is het leven toch fantastisch. Is het leven toch prachtig mooi. Wat heeft het leven toch zoveel mooie cadeautjes voor ons. Het leven is één grote reis. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat dat op dit moment voor jou niet het geval is. Omdat je eerder denkt, what the fuck doe ik hier? Wat moet ik hier in godsnaam doen? Wat een ellende. Wat een shitzooi. Hoe kom ik hier in godsnaam uit? Ik ken dat. Ik ben er ook geweest. Ik heb daar een hele lange tijd gezeten. Drank, drugs, donkerte, liegen, manipulatie. Ik was er behoorlijk goed in. In ieder geval waren bepaalde delen in mij daar behoorlijk goed in. En die waren aan het roer voor een hele lange tijd. En ik wist echt niet waar ik het zoeken moest. Ik had geen idee. Ik was wanhopig. Ik had alles al geprobeerd. Psychologen, boeken, trainingen, cursussen. Ik heb alles geprobeerd. En kwam het bij de kern? Hell no. Het kwam echt niet bij de kern. Het gaf me natuurlijk wel handvatten, want ik wist hoe ik mezelf beter in de hand moest houden. Yay! Dat is misschien een beetje overdreven, want het was heel fijn om mezelf op bepaalde vlakken echt wel in de hand te kunnen houden. En bepaald met woede om kunnen gaan en weten hoe ik bepaalde emoties moest wegstoppen. Wegstoppen, ja. Ze er niet laten zijn. Wat een fucking bullshit is dat? Wie heeft je ooit verteld dat je je emoties moet wegstoppen en dat je emoties niet er moet laten zijn? Wat gebeurt er dan? Het gaat je opvreten van binnen. Waarmee je vroeg of laat ziektes gaat creëren. Nee, natuurlijk moet je je emoties niet wegstoppen. En mogen ze niet zijn. Ze mogen er wel zijn. Maar ze mogen er wel zijn op een manier die veilig is voor jou en voor anderen. En dat was bij mij niet het geval. Het was explosief. Ik kon om me heen gaan slaan. Ik kon mensen gaan kwetsen. En dan dachten al die psychologen, die dachten en therapeuten, die dachten daar iets mee kunnen doen. Ze gaven me allemaal mankementen mee. Ik mankeerde dit, ik mankeerde dat, ik mankeerde zus, ik mankeerde zo. En uiteindelijk ging ik me daarmee identificeren. Ik had natuurlijk ook ADHD, hoppatee. Die test die had ik zo binnen. Kom maar door met die Ritalin, dacht ik zelf. Er werd van alles aangepraat en er werd niet gezegd dat ik iets anders was. Er werd niet gezegd dat ik anders was. Ik werd gezien als een probleem. Ik paste niet in de maatschappij, ik was anders. Fuck de maatschappij. Met een hele blije glimlach. En dan niet vanuit die strijd, want die strijd die mogen we juist loslaten, maar vanuit een positieve kracht van fuck de maatschappij, ik doe lekker waar ik blij en gelukkig van word en ik ben helemaal oké zoals ik ben. Met al mijn mankementen, met al mijn shit, ik mag zijn wie ik mag zijn. Weet ik nu, wist ik toen niet. Want het raakte niet de kern, ik wist alleen maar hoe ik me boosheid, ik moest tot 10 tellen. Nou, ik had 100 keer tot 10 geteld. En die boosheid was er nog. En ik liep terug de kamer in en ik ontplofte alsnog. Dus tot 10 tellen had in mijn beleving helemaal geen zin. Dus ik wist het niet. Ik wist alleen maar hoe ik het moest verdoven en hoe ik alles weg kon stoppen. Want het raakte niet de kern. En ik begon maar sporten hielp niet. Tuurlijk bracht het iets van verandering en werd ik er blij mee. Maar ik viel continu weer terug in oude destructieve patronen. Ik wist gewoon echt niet waar ik het moest zoeken. En ik zag al die filmpjes maar op Instagram voorbij komen van jee, het leven is geweldig, wat is het mooi. Halleluja! Nou, ik dacht alleen, fuck jou met je halleluja. Ik zit hier in die tering shit en ik weet niet waar ik het moet zoeken. Met dan nog wat meer grovere scheldwoorden die ik nu niet meer ga noemen. Maar ik voelde me echt fucking kut. Ik wist het gewoon echt niet. Ik dacht echt, als dit zo doorgaat, dan ben ik er straks gewoon niet meer. Ik weet het gewoon niet. Het kan mij echt gestolen worden. Het maakt me allemaal geen ene flikker meer uit. En dan kan iedereen denken van, nou hallo, hier ben ik ergens in Thailand of in Australië of waar dan ook. En voelt het allemaal, ik ben zo blij, ik ben zo blij, ik ben zo blij. En ik dacht, ja, ik niet. En jij waarschijnlijk ook niet, maar jij doet gewoon alsof jij je goed voelt.
En ik kan het gewoon niet meer verbergen, terwijl ik het wel heel goed probeer te verbergen naar de buitenwereld. En misschien was ik daar ook wel heel goed in, want ik was maskerman. Maskertje hier, maskertje daar, beschermetje hier, laagje erom, hoppatee. Heel veel anabolen, heel veel sporten, heel veel drank, drugs, grote bek. Niemand raakt me. Dat zou je denken. Maar van binnen was dat hartje, dat kwetsbare, gevoelige hartje, smeekte om aandacht en wilde een blij en gelukkig leven. En niet zozeer dat blije en gelukkige leven door, kijk mij, ik ben op Thailand, ik ben zo blij, yay! Nee, dat niet. Dat blije, kwetsbare, gevoelige hartje wilde gewoon gezien worden en wilde gewoon rust. Het wil de vrijheid. Het wil stilte. Het wil kalmte. Het wil gewoon gezien worden. Maar niet door de buitenwereld, maar door degene die het hart draagt. In dit geval de naam die mij dit leven is gegeven. Brian. Maar uiteindelijk kon ik het daar niet vinden. En vond ik het pas op een transformatieretrette op Terra Nova in Zuid-Frankrijk, waar voor mij alles veranderde. Misschien ken je het verhaal wel, ik ga het u niet vertellen. Dus maar kan je de podcast met Casper Jones luisteren, daar vertel ik uitgebreid over. Maar dat veranderde alles en dat pakte wel de kern. Heel veel kernen. En die kern, daar ben ik vanaf toen voor gegaan. Die kern probeerde ik te raken en die kern is wat ik telkens opzoek. De kern van alles waar het ontstaan is. De kern, de bron. Zoekende. En uiteindelijk vindende naar wat er gevonden mag worden. Wat de kern ook mag zijn. En dan kunnen er heel veel psychologen zijn die vertellen dat je dit mankeert, dat je dat moet doen, dat je medicijnen moet slikken en dat je al je emoties en al je shit gewoon lekker door de play moet trekken en er helemaal niks mee doen. Bullshit. Dat is niet hoe het werkt. Dat is niet hoe het werkt. Die shit die mag doorvoeld worden, die mag doorleefd worden. Het mag er zijn. Want het wil gehoord worden. En als de lading eraf komt, en ga dat inderdaad niet thuis doen met je vriend of een vriendin of familie. Ga het in een veilige omgeving doen en zorg dat die emotie de ruimte kan krijgen en dat het eruit kan. 9 van de 10 keer, misschien wel 10 van de 10 keer... zitten onder boosheid een gekwetsbaar jongetje of meisje wat heel erg verdrietig is en wat gewoon aandacht wil. En als het de aandacht niet krijgt, dan gaat het hele gekke fratsen uithalen. Dan gaat het destructief worden, dan gaat het verdoven, dan gaat het alles doen om maar in het licht gezet te worden. Zodat het zich kan zien, zodat het zich kan laten zien, zodat het gezien gaat worden. Dus als jij op dit moment daar zit, misschien de afgelopen 10 jaar zat, tot 2 jaar geleden. Is het 2 jaar? Ja, 2 jaar. Dan is er een kans. Er is verandering mogelijk. Wanneer je naar die kern gaat, wanneer je het gaat zoeken, wanneer je voor jezelf besluit dat het anders mag. En wanneer je dat gedaan hebt, dan mag je juist weer gaan opletten voor de podcast, over de signalen waar ik het eerder over heb gehad. Dan mag je opletten, wat komt er op mijn pad? Wat wordt er verteld? Wat zeggen mensen tegen me? Wat mag ik doen? Wat voelt goed voor mij? Maar ga ermee aan de slag en laat je shit er zijn en stop het alsjeblieft niet weg. Want dat is fucking destructief en daarmee maak je jezelf echt kapot. Daarmee maak je jezelf echt kapot door het er niet te laten zijn en door het weg te stoppen. Want vroeg of laat, dan komt die man met die fucking hamer. En die, ik heb echt al veel fucking gezegd in deze podcast, heerlijk. Komt die man met die hamer en die ramp je naar de grond. Of er staat die deurwaarder, die staat op de deur te kloppen, bam, 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 bam. Op een gegeven moment komt de politie binnen en het hele SWAT-team en dan trekken ze je uit je huis vandaan. Want dat gaat er gebeuren als jij niet gaat luisteren. En dat wil je niet, want dan is het vaak al te laat. Dan komen de burn-outs, hartaanvallen, hele gekke ziektes die ik hier genees ga opnoemen. Die gaan allemaal ontstaan omdat jij niet hebt geluisterd naar wat je van binnen nodig hebt. Dus alsjeblieft, als je bij een psycholoog zit die zegt dat je niet moet voelen en die geeft alleen maar handvatten hoe je met gedrag om moet gaan, ga verandering zoeken. En daarmee zeg ik echt niet dat het verkeerd is wat die gasten doen.
Totaal niet. Want ik vond het ook super interessant en het heeft me echt wel veel geholpen met hoe ik met bepaalde situaties om kan gaan. Waarom gedrag ontstaat, hoe ik daarop reageer en waarom ik daarop reageer. Maar het mag wel naar de kern. Het mag oplossen, het mag het bij die wortel pakken en dan mag het eruit gehaald worden. En dat kan in dit leven zijn, dat kan in je jeugd zijn, dat kan bij de voorouderlijke lijnen liggen, dat kan kunnen parasieten of entiteiten zijn, het kan ergens in een vorig leven of een ander leven gebeurd zijn, maar we gaan die kern opzoeken. Dat is belangrijk en dat is ook de tijd precies waar we nu in leven. We mogen de shit gaan oplossen, de shit gaan aankijken en gaan doorleven. Zodat we vanuit die shit kunnen opbloeien. En dan wordt het leven wel gelukkig. Dan is het leven wel mooi. En dan hoef je het ook niet meer mooier voor te doen dan het daadwerkelijk is. Dan kan je gewoon jezelf zijn. En door jezelf te zijn, gebeurt alles wat op dat moment nodig is. Niet meer, niet minder. Alleen jij. En wat er nodig is voor jou om blij, gelukkig te zijn. En enthousiast en speels en kalm en zwoel en alles wat jij zou willen ervaren omdat je dat verdient. Bedankt weer voor het luisteren. Ik wens je nog een hele fijne dag. Au.